is Nakayama met een doelpunt. En in een helft waarin Zwolle niets creëert, is het weer een spannende situatie. Corners en PEC Zwolle. Het is een zeer gelukkige combinatie vandaag. En Nakayama is er weer bij betrokken. Hij maakt de 4-0. Nakayama, doorgelopen door Leemans, die probeert het direct een heel bekeken schot en Zwolle op 2-0. Daar komt de Nakayama knap door. En wie vindt hij dan? Nou, Redan!
en luister en kijk wat dat doet met PEC Zwolle.